Dag allemaal, hier zijn we weer met Seneca De Brevitate Vitae. Nu zijn we bij paragraafje 1, nummertje 4. Nogmaals herhaalt hij zijn stelling van het leven is niet kort, maar we verspillen het eigenlijk. We zijn er kwistig mee en dan komt hij met een analogie redenering. Waarbij hij het vergelijkt met materieel bezit. We gaan het eens even lezen. Ita est, non accipimus brevem vitam sed facimus. Zo zit het, zo is het. Niet ontvangen wij een kort leven, brevem vitam. Of niet ontvangen wij het leven kort, hè, dat in de zin van dat als het kort is. Niet ontvangen wij, krijgen wij een kort leven. Sed facimus, oftewel sed eam brevem facimus. Moet je erbij denken, een soort ellipse. Maar wij maken het, wij maken haar kort. Haar of het leven. Wij maken het kort. Facimus. Dat is onze eigen schuld. We zorgen er zelf voor dat het kort lijkt. Dat is natuurlijk een antithese. Hè? Dus accipere en vacere, als het ware hier zo. Nec enopes eius sed prodigi sumus. En niet zijn wij enopes. Dat is enopes betekent eigenlijk arm. Of gebrekhebbend. Of tekorthebbend. Aan iets, en waaraan is dan in de genitivus. Dus letterlijk staat er, niet zijn wij tekorthebbend, eius, aan dat dus. Nou ja, dat is dat leven. Dus dat, zijn wij tekort hebbend aan, dat is een beetje niet echt mooi in Nederlands, dus kan je beter zeggen, niet hebben wij tekort aan, aan dat, oftewel daaraan. Sed prodigissimus, sumus. Maar zijn wij prodigi, prodigus is kwistig, verkwistend. Maar zijn wij verkwistend ermee, oftewel, maar verkwisten wij het. Toen kan je het ook zeggen. Het is een beetje metaforisch uiteraard. Hè? Alsof je het leven kan weggeven of kwestig mee omgaan. Net als bij het met geld of zoiets dergelijks. Dat doet hij expres. Want de vergelijking die hierna komt is de vergelijking van het leven met bezit of rijkdom. En je ziet ook hier in opes is gebrek hebben daar niet. Komt van in ops, geen rijkdom. En hier opes ook weer betekent het is hetzelfde, maar dan zonder in. Dat is dus rijkdommen. Nou, daar gaan we het mee vergelijken. Dat gaat hij nu doen. Analogie redenering ook wel genoemd. Sicut amplia et regiae opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento dissipantur, ad quam vis modicae si bona cusse detratur traditi sunt usu crescunt, ita aetas nostra bene disponenti multum patet. Oké. Sicut. Zoals... Ita, zo. Dat zijn de twee delen van de reden van de vergelijking. Zoals dit en dat, zo dus dat en dat. Oké. Eerst waar het mee vergeleken wordt en dan het leven zelf nog eens een keertje als origineel. Dus eerst de vergelijking, dus beeld en dan komt het origineel. Zoals de amplai, dus rijkelijke, ruime, overvloedige en koninklijke regius is koninklijk. Hè? En opes is dus in de enkelvoud ops is het macht, maar opes is het meervoud betekent dat iets als rijkdom. Dus rijkdommen, zoals die heel vloedige en koninklijke rijkdommen, ubi hier betekent dus wanneer. Wanneer ze per venerut terecht zijn gekomen, perfectum, hè? Of misschien meer een soort algemeen perfectum, wanneer ze maar terechtkomen. Bij een malum dominum, bij een slechte meester. Een slechte bezitter daarvan wordt bedoeld natuurlijk. Hè. Zoals die dan die rijkdommen. Momento. In een moment. In een kort tijdsbestek. Dissipantur. Dissipare is verstrooien of verkwisten. Hier passief natuurlijk. Dus verstrooid worden of verkwist worden. Maar zoals. Dat betekent maar dat zoals. En ik ga nog even door. Maar zoals. Quam vis modicae. Opes, moet je erbij denken. Opes is weer een ellips hier zo. Maar zoals willekeurige, matige rijkdommen. Dus hoe matig ook, als het maar matig, maar niet al te grote rijkdommen. Kwam is een beetje een soort algemeniserend woordje. Willekeurig, welke ook maar, welke rijkdommen die matig zijn ook maar. Als ze bono custodi is een dativus, als ze aan een goede bewaker, custodi dativus, aan een goede bewaker traditaisun, van tradere is overhandigen, overleveren, dus overhandigd zijn,
Natuurlijk allemaal vrouwelijk meervoud, want OP is als vrouwelijk meervoud. Zoals die matige rijkdommen als aan een goede meester of goede bewaker zijn overhandigd door het gebruik groeien, of groeien door het gebruik. Usus ablativus van usus, dat is het gebruik, of het gebruiken. Een kresken is gewoon van kresken, groeien. Zoals die matige rijkdommen dus groeien door het gebruik. Zo. Patet, pateer, dat betekent eigenlijk openstaan, hè, dat is van een deur, maar dat wordt ook metaforisch gebruikt hier, iets als ruimte bieden. Zo biedt nostra aetas, onze aetas, onze levensduur, ons leven. Multum, dus veel, en het was ruimte bieden, zei ik, hè, dus biedt het veel ruimte. Bene disponenti, dit is een PPA, in de dativus, congrueert nergens mee, dus zelfstandig gebruikt. Dus aan letterlijk een, wat is disponer, hè? Het kan gaan over het leger, dat je in orde opstelt, zeg maar in een slagorde opstelt. In dit geval gaat het meer over inrichten of indelen of zo, hè? Het gaat over je leven. Je leven kun je inrichten op een bepaalde manier. Laten we dat maar gebruiken. Een inrichtende, iemand die inricht, hij die inricht. Oftewel het leven dus, die het goed inricht, of die het inricht, en dan benen erbij als bijwoord van bonus, is goed, hè. Dus zo biedt ons leven veel ruimte aan iemand die het goed inricht. Ik denk dat we dit misschien wel kunnen begrijpen, hè. Als je je rijkdommen verkwist, dan ben je ze snel kwijt. Logisch. Als je er mee omgaat, maar als je je rijkdommen, als je daar zuinig mee bent, dan groeit het zelfs. Want dan kun je daar juist geld mee verdienen ook weer, met dat geld wat je hebt. En dat geldt ook voor ons leven, zegt Seneca in dit geval. Als je daar goed gebruik maakt van de tijd die je hebt, voelt het als het ware alsof je ruim de tijd hebt. Als je geen tijd verspilt aan onzin, dan heb je echt ruimschoots tijd voor alle dingen die mooi en schoon zijn, als het ware. Dit is eigenlijk mijn eigen invulling, hoor. Maar dat is wat hier ongeveer bedoeld wordt. Dus met deze vergelijking rondt hij deze redenering af. Hij is het eerste heeft hij het probleem geïntroduceerd. Mensen vinden het leven kort. Er zijn zelfs slimme mensen, dat is het tweede gedeelte die dat vinden. Maar hij zegt dan, zijn tegenwerping is, leven is niet kort, maar we hebben een verspillende tijd. En dat rondt hij af met deze analogieredenering. Vergeet niet, het is een vergelijking. Een vergelijking is altijd het origineel, dat hadden we hier gezien. Het beeld, dat werd hier genoemd, ampere regia opes. En het punt van vergelijking. Het punt van vergelijking zit eigenlijk zowel hierin. Het vergaat als je het niet goed mee omgaat. En het groeit juist als je er goed mee omgaat. Oftewel, het biedt veel ruimte als het ware als je er goed mee omgaat. Het is, er is genoeg van als je er goed mee omgaat. Dat is eigenlijk het punt van vergelijking. Zowel geldt dat voor rijkdommen hier zo als voor het leven. Tot zover dit filmpje. Volgende filmpje, daar zullen er allerlei voorbeelden gegeven worden van wat voor fouten mensen allemaal maken. En op welke manier ze dat dan verspillen. Dus ik zou zeggen, tot dan.